Welkom in Looreningen. Luilekker stadje in de uiterste westhoek van West-Vlaanderen. Het eindeloze en groene vlakke land. Op de mooie boerderij het Ankeriet neemt Jacob, een jonge biomelkboer die barst van de ambitie, langzaam maar zeker het werk over van zijn vader. Ik ben hier opgeroeid, ik ben hier gewoon op bedrijf. Mijn vader en moeder hebben dat hier in 82 overgenomen. En zij zijn begonnen met bio. Ik heb niet anders gezien, dus ik heb die traditie eigenlijk overgenomen. De kinderen zijn er wel graag bij eigenlijk. Ja. En als we op het veld zitten, ook met de tractor, gaan ze ook graag mee. S'morgens beginnen we met de koeien te melken. Dan na het melken gaan we de kalfjes melk geven. Dan voeder maken, dus eten maken voor de koeien. De 200 koeien van Jacob kunnen hier naar hartelust grazen. Ze eten gras en klaver en krijgen daarnaast voedzame supplementen, waaronder melkvet, suikerbieten en maïsmeel. De voeding van onze koeien is dus allemaal biologisch. Het hoogste bestanddeel dat de koeien eten is gras-klaver. En klaver neemt de stikstof uit de lucht op en zet die om in de bodem. En dus er zorgt ervoor dat er extra groei is van gras. En om droge zomers op te vangen, gaan ze hier extra bomen planten, zodat de koeien voldoende schaduw krijgen. Naast het uittesten van nog milieuvriendelijkere teeltechnieken, droomt Jacob van een kleine windmolen, zodat hij naast zijn zonnepanelen nog meer groene energie kan opwekken. En uiteraard, alles wat regionaal kan gehouden worden, zorgt vanzelf voor een kleinere CO2-voetafdruk. Bijna alle ruwvoeders telen we zelf of wordt door lokale akkerbouwers hier in de buurt geteeld. Een boer is altijd aan het innoveren of altijd een nieuwe ding aan het bedenken. Hoe beter een dier het heeft, hoe beter dat hij hem ook gedraagt en hoe meer dat hij ons teruggeeft ook, het dier. Zo zegt hij die vrijheid hem om buiten zelf gras op te nemen uit de weide. Dan ook voldoende plaats in de stal. Dan denk ik ook aan de koeborstel. Als de koe er tegen gaat staan, begint hij te borstelen. Dat zijn allemaal dames, heel onze koeien, dus die zien er ook graag goed uit. Hè. Dan hebben wij hier op bedrijf legboxen. Dat is eigenlijk een aparte box die mooi afgescheiden is. En dan hebben ze eigenlijk elk een eigen plekje. Die is soms wel een wellness. Ja. Ze worden iedere dag geswanjeerd, gehaaid. Het mooiste moment is altijd dat je de koeien voor de eerste keer naar buiten doet in een jaar. Dan zijn ze zo zot als iets en dan springen ze. Ja. Een koe heeft een karakter. Het heeft eigenlijk wel een eigenwijs karakter. Ja. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat deze koeien voor de lekkerste biomelk zorgen. Alle biomelk van de Leize komt van de coöperatie biomelk.be. 100% fair, 100% Belgisch en 100% bio. Ga naar je De Leize winkel of lees er meer over op deleize.be.